Het Groene Kieskompas werd vrijdagmiddag op de Postbank gepresenteerd door Natuurmonumenten, Milieufederatie Gelderland, IVM Gelderland en Stichting Landschapsbeheer. Marijn Biemans, medewerker Public Affairs Gelderland van Natuurmonumenten, legt uit wat de Groene Kieswijzer inhoudt. Groene thema's zijn voor de provinciale verkiezingen ontzettend belangrijk, want de provincies die gaan daar in belangrijke mate over. Dus dan hebben wij met een aantal groene organisaties gezegd van nou, dan willen we eigenlijk de kiezer de handreiking bieden en de mogelijkheid om specifiek op groene thema's te ontdekken welke partij nou het dichtst bij hun eigen standpunten ligt. Wie heeft deze kieswijzer gemaakt en georganiseerd? We hebben dat met Natuurmonumenten gedaan, de Milieufederatie Gelderland, IVN Gelderland en Stichting Landschapsbeheer. Wat is het doel van deze kieswijzer? Het doel is om de groene kiezer of de kiezer die groen een belangrijk thema vindt een handreiking te bieden. Zij kunnen via deze stemwijzer of deze kieswijzer ontdekken welke partij nou het dichtst bij hun eigen standpunt ligt. En dat meenemen in de uiteindelijke keuze op 20 maart. Ook vindt er volgende week een Groen Statenverkiezingsdebat plaats. Waar is dat en waarom vindt dat plaats? Het verkiezingsdebat vindt plaats in de Weert, in Arnhem. Volgende week woensdag, 6 maart. En het vindt plaats omdat we belangrijk vinden dat groene thema's op de politieke agenda staan. De verschillende politieke partijen zullen dan dus ook die avond de degens kruisen. En het is ook een gelegenheid om voor het publiek, voor de kiezer, te ontdekken van wat vinden verschillende partijen nou van de groene thema's. Welke partijen doen mee? Vrijwel alle politieke partijen van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie, SGP, Code Oranje doet ook mee. En ik vergeet er vast nog één of twee. Maar eigenlijk alle belangrijke partijen die doen aan dat debat mee.